Nick van Staveren, dit had jouw middag moeten worden. Ja, dat is wel iets waar je wel een tijdje over droomt. Ja, weet je, je nou, de laatste week speel ik niet zoveel. Want dat is de keuze van een trainer, want je doet het gewoon goed. En uh, ja, nu maak je eigenlijk de 3-2. Ik denk, uh, 80e minuut of zo, denk je verlos in de treffer. Nou ja, dan krijg je met de laatste minuut tegen ja, Wel zwaar, echt zwaar kut. Ja, dan baal je. Ja, ik baal echt heel erg. Nou ja, balen niet. Ik denk dat we op zich wel goed invielen. En als team hebben we denk ik ook wel hard gedaan vandaag. Weet je, en dan, ja, het laatste moment laat je misschien één, één moment laat je liggen. En, ja, en dat is misschien een beslissend moment geweest. Het laatste moment. De dus zweetdruppels staan nog op je, op je voorhoofd, was het was een zware middag. Ja, het is sowieso warm en uh, ik, uh, ja, ik heb me misschien wel een beetje druk gemaakt, uh, ook alles eromheen. Dus ja, ik leef best wel mee met de wedstrijd. En de uh, ja, kleedkamer is ook gewoon warm. En, weet je, ja, misschien dat de A3 nog in je lichaam zit en moet het nog even afkoelen. Maar ja, het is wel een mooie middag. Sowieso mensen om je heen, hoeveel ik hoe druk het was. En uh, ja, gewoon alles eromheen is ook top. Ja, het is alleen jammer dat je met één punt gaat in plaats van drie. We je er nou toch trots op jezelf zijn. Je maakt toch je, je eerste officiële goal in de competitie. Ja, natuurlijk. Het is leuk dat je scoort voor jezelf, maar ja, weet je, uh, al maak ik niet en heb ik, geef ik een assist en winnen we met 3-2 uh, ben ik net zo blij als dat ik nu ben. Weet je, voor jezelf is het hartstikke lekker, want de spits wil je scoren en wat laten zien aan de trainer wat je kan. Maar als ik met een assist maak en we winnen met 3-2, vind ik het ook goed. Ja, weet je, daar ben ik wel eerlijk in. En dan het, dan ken, of ik score of een ander scoort, ik heb me geen reeds schelen als we maar winnen. Drie punten is het belangrijkste aan het einde van de race. Wat was het dit voor middag, joh, voor, voor voor iedereen, voor jullie ook natuurlijk als team. Nou ja, weet je, je gaat uh, misschien net als tegen Reinvelds, met een bepaald idee ga je de wedstrijd in. Anders dat heb ik altijd, want ik, ja, ik leef altijd wel voor wedstrijden zoals derby's en dat soort dingen. En dat heb ik bij heel Hongo, met dat heb ik hier nog steeds. Ja, weet je, en dan merk je wel dat uh, je 2-0 voorkomt, je hebt nog de kans, de 3-0 daar aan die kant. Ja, weet je, en dat je hem dan weggeeft, ja, dat is, ik vind, het is gewoon zuur. Het is echt zuur. Weet je, en, ja, ik denk dat als, als ploeg zijn hoe iedereen het veld is, dat die niet hetzelfde gedacht hebben bij, denk ik. Tuurlijk is het balen, maar volgens mij heb je wel een topweek achter de rug. Ook met Fortuna afgelopen week. Ja, zeker, Fortuna. Ja, die had je ook moeten winnen in mijn beleving. Ik weet niet of je het wedstrijd hebt gekeken, maar ja, weet je waren gewoon beter. Dan zei in de tweede half krijgen ze één kans. In de, binnen de 16 dan weet je daar buiten we ze wel aardig momenten gehad. Maar binnen de 16 jaar koppen ze binnen. We ja, hebben opgeschoold, 53% balbezit voor ons. Ja, weet je, als je dat dan overweegt tegen elkaar ga je gaat, dan mis. met een goed gevoel ga je naar deze wedstrijd toe. Want ja, er is geen verhaal in de lucht als je hier naartoe komt. En, en je komt 2-0 voor. Kijk, het kan 2-2 worden. Ja, ik weet niet wat er gebeurde, maar ja, het wordt 2-2. Ja, nu dan maak je er drie twee, dan denk je van nou, nu is het over en uit en we gaan er overheen en zij moeten toch een keer ruimte weggeven. Maar ja, dat wordt hem dan helaas niet. Zullen we dan afspreken de volgende keer dat je weer tegenover me staat, dat je dan wel de winnaar gemaakt hebt? Ja, ja, dan weet je wat er nou gebeurt, hè? Is goed. <laughs> Zie we dan. Heel goed, dank je wel.